Voortgezet fietsvaardig is een les voor de eerste en eventueel tweedejaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs. De les gaat op een praktische manier in op de gevolgen van afleidingen in het verkeer. Dat het niet mag, dat weten de meeste leerlingen wel. Vaak kunnen ze ook het boetebedrag wel noemen en zelfs de risico's. Maar het effect op de eigen verkeersveiligheid wordt vaak onderschat. Het gaat toch altijd goed? Tijdens voortgezet fietsvaardig ervaren de leerlingen de gevolgen van afleidingen op hun eigen fietsprestaties. Eerst fietsen ze een parcours waarbij diverse vaardigheden worden geoefend. Als dit goed gaat, mogen ze het parcours nogmaals fietsen. Alleen nu, terwijl ze aan het bellen of appen zijn. Leerlingen ervaren dat wat net nog gemakkelijk ging, nu een stuk lastiger wordt. Een ander onderdeel van voortgezet fietsvaardig is het oefenen in samen fietsen. Leerlingen gaan immers vaak samen of in groepen naar school. Hoe maak je samen veilig een bocht? Wat doet groepsdruk met je? Tijdens de les wordt met de leerlingen ook gesproken over thema's als fietsverlichting, door rood rijden en de dode hoek. Voortgezet fietsvaardig is een les die zich gemakkelijk laat aanpassen of uitbreiden op basis van het niveau van de leerlingen of de situatie in de schoolomgeving of gemeente. Zo kan er met internationale schakelklassen meer op fietsvaardigheid worden ingezet of bijvoorbeeld worden geoefend met voorrangssituaties. Maar de les kan ook worden aangevuld met een educatieve fietstocht in de schoolomgeving of bijvoorbeeld naar een andere locatie van de school of de sportaccommodatie. De kracht van voortgezet fietsvaardig zit hem in het zelf op een praktische wijze ervaren. Leren door doen.